Huldiging danseres Keanna Royen. Homeride voor Ronald McDonaldhuizen. En 100-jarige fanfare Cornelius geeft jubileumconcert. Keanna Royen uit Sibbe werd in de klas van de Heilige Hart Basisschool in Sibbe gehuldigd. Ze werd verrast door de wethouders, bisschops en meijers. Keanna is 9 jaar en danst als dansmarietje bij Dance Spirit in Partij. Nadat ze Nederlands kampioen in haar klasse was geworden, mocht ze op 11 mei jongsleden meedoen aan de Euromasters B-klasse van 8 tot 11 jaar. Daar sleepte ze de Europese titel in de wacht. Nu is ze gepromoveerd naar de A-klasse. Dansen is haar lust en haar leven. Ze treedt ook op bij carnavalsvereniging De Boschuurkes in Sibbe en mocht dit jaar zelfs tijdens de grote zitting in Sibbe optreden. Naast het dansen turnt Keanna. Onlangs werd ze Limburgs kampioen op de brug. Omdat in beide sporten veel tijd gaat zitten, heeft ze nu besloten om te stoppen met turnen om zich volledig te kunnen focussen op het dansen. Afgelopen week werden de ploegen voor de Homeride van dit jaar gepresenteerd. Dat gebeurde bij de Kindervallei in Houtem. Team 4 Limburg on Wheels fietst op 22 en 23 juni aanstaande binnen 24 uur 500 kilometer langs 8 Ronald McDonaldhuizen in Nederland. Ze doen dat om fondsen te werven voor de Ronald McDonaldhuizen in Maastricht en de Ronald McDonald Kindervallei in Houtem. Heer Van Wissen, voorzitter van de jubilerende fanfares in Cornelius uit Schinopgeul. Van harte proficiat uiteraard. 100 jaar. Dank u wel. 100% fanfare, 100% Schinopgeul. Op 15 juni aanstaande hier in dit theater een uitvoering. Wat houdt dat in? Ja, wat houdt die voorstelling in? Het begint eigenlijk 100% fanfare. Dat duidt op het jubileum van de fanfare 100 jaar. 100% Schin, dat wil zeggen wij als fanfare, wij worden gedragen door de gehele gemeenschap Schinopgeul. Dus ook door de verenigingen. En dat willen we ook samen vieren. En dat doen we dan ook samen met de Schinopgeulse verenigingen. En wie treden erop tijdens die uitvoering? Ja, wie treden erop? Het is de fanfare uiteraard zelf. Dan krijgen we het mannenkoor Internos ondersteund door DSM-koor en het Trumpens mannenkoor. Dan hebben we nog een combo ook van artiesten uit Schinopgeul. Dan krijgen we nog Jacques Vinders, die begeleidt. Die heeft de ceremonie die dag. Dan krijgen we Jan Veen. Die bekende pianist, improvisator. Niet uit Schinopgeul, hè? Niet uit Schinopgeul, maar dat hebben we erbij gepakt om toch een heel mooi programma te brengen. En de schutterij dan, waar blijft die? De schutterij, die helpen ook mee, die doet ook mee. En ook de oud-prinsen van Schinopgeul, die brengen ook hier zijn liedjes ten gehore. En hoe zit het dan met al die supporters, bijvoorbeeld ook de mensen die wat minder mobiel zijn? Moeten die te voet helemaal hier naar Valkenburg en de Geul? Nee, dat doen we dus niet. We hebben dus een mogelijkheid geboden dat ze in Schinopgeul bij elkaar komen bij het geboef, bij het gemeenschapshuis. En van daaruit worden ze met bussen hier naartoe getransporteerd. En s'avonds ook weer terug naar Schinopgeul uiteraard. Dat laatste is belangrijk, denk ik, of niet? Dat denk ik ook. Als het concert natuurlijk goed afgelopen is, dat we nog een beetje kunnen nababbelen in het geboel met een glaasje bier erbij of een hapje. Hoe zit het met de belangstelling? Kaartverkoop? De kaartverkoop loopt redelijk op dit moment. Het kan natuurlijk altijd nog meer. Het moet nog meer bekendheid krijgen. Maar ik denk wel dat dat goed kan komen. Niet dat we het helemaal vol zullen krijgen, maar dat is wel de hoop en ook de verwachting een beetje. Nog even, wanneer is het? Het is op 15 juni om 7:30 s'avonds. Hier in het openluchttheater? Hier in het openluchttheater. En iedereen die meer informatie wenst, kan kijken naar de website van TV Valkenburg. Opening, feest of nieuwtje te melden? Mail info@tvvalkenburg.tv.